En GroenLinks is tegen kernenergie. De kerncentrale Borselen moet dicht. Op de voorste rij daar zit meneer André Wakker. U bent energiespecialist bij de kerncentrale in Petten. GroenLinks wil geen kernenergie. En u pleit voor juist veel meer kernenergie. Waarom? Kort. Nou, laat ik om begin te zeggen dat de kern van het probleem is onze fossiele energieverslaving. Hè? En daar moeten we van af. Dat is een groot probleem. En ik vind het hartstikke goed dat GroenLinks zich in haar programma volledig richt op energie en duurzaamheid. Dat GroenLinks dat topprioriteit aan geeft, dat zouden alle partijen moeten doen. Maar nu wat, punt. Ja, mijn punt is dat GroenLinks heeft van die groene energie, hè, die zon en die wind en die biomassa, heeft ze in plaats van een middel een doel gemaakt. En daar heb ik bezwaren tegen. Om twee redenen. Om te beginnen komt 30% van alle Europese stroom uit 150 veilige en schone kerncentrales. En ook dat bij gebeurt... ons in Nederland, hè? Ook bij ons in Nederland. Dat gebeurt al 150 jaar, of sorry, 50 jaar onder de vlag van Euratom. Omdat Frankrijk in de 70e jaren is begonnen met een omvangrijk nucleair programma, ja, hebben de Fransen de goedkoopste stroom in Europa die wij importeren. Maar even, u zegt dus dat afval, dat probleem, dat is, het is veilig, een kerncentrale. Nou, daar heb ik het nog niet over gehad. En het punt wat ik toch nog even wil maken is dat doordat GroenLinks uitsluitend inzet op opties die zich qua kosten en qua potentieel nog lang niet bewezen hebben, zalen je de burgers op met onnodig hoge energielasten. En dat is mijn punt. En juist door wel kernenergie in die duurzame energiemix toe te staan, en kernenergie is hartstikke duurzaam, zalen je die burgers niet op met die hoge lasten. En dat doet GroenLinks dus wel. Mevrouw Halsema. Even één vraag nu. Wilt u nieuwe kerncentrales in Nederland gaan bouwen? Absoluut. Ja, ja, nee, ik dacht even dat u aan import dacht van kernenergie. Nee. Als je de keuze hebt om kerncentrales te bouwen, als je sowieso voor kerncentrales kiest, dan moet je dat in je eigen land doen. Maar dat is ook economisch altijd beter, want dan heb je ook de baten ervan. Het is, gewoon, het is goedkoper. Ja, laat ik maar eens beginnen met dat goedkoper. Op dit moment wordt er een kerncentrale gebouwd in Finland. Dat is een van de plekken in Europa waar die gebouwd wordt. En daar is het bedrag, ze zijn er al 12 jaar mee bezig met het bouwen van die kerncentrale. Dus het duurt ontzettend lang. Dat is een dun bevolkt gebied, hè? Dus dat gaat nog sneller dan hier. En dat kost inmiddels 5,3 miljard. Het bouwen van een kerncentrale is ongelooflijk duur. Daar komt nog eens bij dat in Nederland op dit moment maar één bedrijf is dat bereid zou zijn een kerncentrale te bouwen. Dat is het bedrijf Delta in Zeeland. En heeft al aangegeven daar echt het geld niet voor te hebben. Nou, dan kun je dat gewoon is zeggen... een praktisch argument. Het gaat niet om de stelling. Het zou goed zijn als het gebeurt. Nee, maar even over goedkoper. Ja. Als je dan één energievorm hebt die moet gaan draaien op overheidssubsidie, dan is het wel kernenergie en het kost miljarden. Nou, dan over het argument, het zou beter zijn. Ja, volgens mij treedt de wet van de remmende voorsprong in werking. Kernenergie is een grijze energievorm. Het is niet duurzaam. Uranium is eindig. Uranium moet uit staten komen die we ook niet al te veilig vinden, zoals bijvoorbeeld Rusland. We hebben geen oplossing gevonden voor het afval. En als je nu 12, 15 jaar lang een peperdure kernenergiecentrale gaat bouwen, krijg je een ongelofelijke achterstand op het terrein van duurzame energie en energiebesparing. Dus het is duurkoop. Oké, nou zegt Rutte tegen u tenslotte, je mag meeregeren, maar dan doen wij wat aan de hypotheekrente, maar dan moet jij de kernenergie accepteren. Ja, weet u. Ligt het zo principieel of is het meer een praktisch argument? Van het is later, het is duurder. Is het principieel tegen kernenergie of niet? Volgens mij is het niet verstandig om van dit soort kwesties een dogma te maken. Dat is het nooit geweest bij GroenLinks. Bovendien formuleren wij geen breekpunten, want dat doen eigenlijk alleen de partijen met een geloofwaardigheidsprobleem. Dus dat doen wij niet. Dat wil niet zeggen dat ik het een buitengewoon onverstandig idee vind dat GroenLinks daar hard tegen zal ageren. Maar dat ik ook denk dat geen partij zijn handen eraan zal branden, omdat het gewoon onbetaalbaar is. Oké. Praten zo verder. Geen hoedje is te gek.